In het kader van de Week van de Alfabetisering worden door gemeentes en organisaties verschillende acties georganiseerd. Zo deelt de gemeente Bergendal op dinsdag op de Groesbeekse Markt bloemen uit aan bezoekers. Die bloem kon vervolgens worden geschonken aan iemand met analfabetisme. De gemeente wil in samenwerking met de stichting Lezen en Schrijven aandacht vragen voor het moeilijk lezen en schrijven. In Nederland zijn er namelijk 2,5 miljoen mensen waarvoor lezen en schrijven niet vanzelfsprekend is. Bij de actie in Groesbeek waren taalambassadeurs aanwezig die vroeger zelf laaggeletterd waren. De ambassadeurs vertelden over hun eigen ervaringen met analfabetisme. Zo willen de ambassadeurs andere mensen stimuleren om ook te leren lezen en schrijven.